Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Jullie zien het aan het beeld, aan het geluid. Misschien is het geluid wat minder hard, misschien het beeld wat iets slechter. Maar ik heb slecht nieuws. Vanavond is mijn camera overleden. Mijn camera die heb ik nu denk een maand of 10. En hij is kapot. Hij doet het niet meer. Ik heb hem, als ik hem aanzet, kan hem aanzetten. Maar ik krijg nog een beetje licht beeld. En je hoort het ook. Nee, dat doet het niet meer, net deed hij het. Hij probeert dat de lens eruit komt. Maar er gebeurt helemaal niks. De lens blijft gewoon ingedrukt staan. Het klepje gaat niet meer open. Mijn camera is overleden. Het komt echt op een rot tijd. Want ik ga natuurlijk, zoals jullie weten, zaterdag ga ik naar Bobbejaarland. En ik heb geen camera. Zou je net zien dat precies het op een periode, ja, in een periode gebeurt dat je je camera hard nodig hebt. En dan schat je camera ermee uit. Ik heb er 10 maanden heb ik ermee gewerkt. Dag in dag uit gebruikt. Dus ja, ik denk dat zo'n camera ongeveer misschien wel 2 jaar meegaat of zo. Maar ik heb hem elke dag gebruikt en elke dag natuurlijk slijtage. Hij is op, hij doet het niet meer, ik kan hem weggooien. Ik gooi hem niet weg, want ik wou eigenlijk met mijn eerste camera wou ik dat doen. Maar die camera ben ik dus, zoals jullie weten, verloren. Deze camera die gaat in mijn kast en die wil ik bewaren. Kan ik toch nog zeggen van, goh jongens. Hier is een camera geweest, daar heb ik ooit in de begintijd mee gevlogd. Dus die wil ik gewoon bewaren. Vind ik gewoon leuk om te bewaren. Omdat het de eerste, ja, het is niet mijn eerste camera, maar het is wel de eerste camera die ik nog heb. Wil ik gewoon als aandenken, wil ik dan bewaren. Dus ik moet op zoek naar een nieuwe, ik moet op zoek naar een nieuwe camera. Nou. Ook weer gelijk goed nieuws. Ik ga het vrijdag nog een nieuwe camera halen. Want ik heb hem zaterdag echt nodig voor Bobbejaarland. Dus ik ga zaterdag een nieuwe camera halen. Ik zal even wat plaatjes laten zien aan jullie. Dit is, als het goed is, als er niks tussen komt, wordt het deze camera. Het is de Sony FDR. AX33 wordt het. Het is dus geen digitale camera meer. Niet meer zo'n kleintje waar je ook foto's mee op kan opnemen. Het wordt gewoon echt een filmcamera. Het wordt mijn allereerste filmcamera. Ik heb nog nooit een filmcamera gehad. Altijd digitaal video's opgenomen. Dus dit wordt mijn allereerste echte videocamera. Mooi dingetje, ik ben echt, als ik hem heb, dan ben ik echt hartstikke blij mee. Het is een handycam, 9,2 megapixels, mooi dingetje. En ik hoop dat ik daar weer een heleboel leuke video's en vlogs mee kan maken. Het zal zeker weten lukken. Dus die ga ik halen. Meer kan ik er eigenlijk niet verder meer over vertellen. In ieder geval, dit is even hetgene wat er allemaal gebeurd is. Ja, het is heel balen, maar
Die dingen die maak je ook wel eens mee als vlogger. Ik heb natuurlijk al een keertje gehad dat mijn camera kwijt was. Gestolen, verloren. Ja, zulke dingen maak je mee als YouTuber. En moet gewoon weer een nieuwe camera komen. En, ja, een camera, dat is wel essentieel voor een vlogger. Dat hij een camera hebt. Dus het is wel hoogste prioriteit dat ik gewoon weer een nieuwe camera ga kopen. Ik wou eerst dezelfde kopen als Kevin. Maar Kevin Post. Maar ik, ja, ik ga toch een Sony halen. Ik ben toch een Sony gebruiker. Dit is een Sony. Hiervoor had ik een Sony. En ik wil eigenlijk dat mijn eerste video camera ook een Sony wordt. Dus ja, ik ga gewoon een Sony cameraatje halen. Dus dat is eventjes hetgene wat er gebeurd is. Ja, het is echt balen, verschrikkelijk. Maar er is niks helaas aan te doen. Dus ik heb de laatste tijd niet meer veel gevlogd. En dan wou ik vandaag vloggen en dan scheet hij ermee uit. In ieder geval, ja, ik vertelde jullie in de vorige vlog, in de vorige vlogs, dat ik bij 400, Bobby Aland, de 400ste vlog word. Ik weet niet of ik dat nu nog gaat redden, nu met deze problemen. Maar ja, ach, dat, het is maar een getal, dan wordt het misschien 398 of zo, maakt ook niet uit. Het is niet zo'n echt zo groot probleem. En die 400ste vlog, die komt heus wel, dat komt heus wel goed allemaal. Even een korte vlog, even een korte inleiding. Korte beschrijving van ja, wat er gebeurd is. Ik zou zeggen, jongens, ja, like deze video. Ook al is het even wat minder nieuws. Maar ik kom zeker weten terug met een nieuwe camera. En dan ga ik weer leuke vlogs opnemen, ook buiten. En zaterdag natuurlijk naar Bobby Aland. Dus dat wordt een hele leuke vlog. Wordt zuurstof. Vincent, Tessa en Kevin gaan mee. Dus nou, zeker weten. Echt de moeite waard om die vlog te kijken. Het wordt echt hartstikke leuk. Dus blijf geabonneerd. Als je nog niet geabonneerd bent, ja, is dat schandalig. Maar dat kan je goed maken door gewoon even het knopje abonneren te drukken. En dan op de notificaties alle notificaties aanzetten, want dan word je altijd op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Jongens, ik bedank jullie allemaal en ik zou zeggen tot de volgende vlog maar weer. De groetjes allemaal en bye bye.